Oké, jongens en meisjes, welkom bij mijn toetsvoorbereiding hoofdstuk 1, hoofdstuk 2, hoofdstuk 3 voor HAVO 4. Dit is een toetsvoorbereiding voor de voorbereiding van SC 1. Nou, wat gaan we allemaal in deze voorbereiding bespreken? Enkele leerdoelen, zoals de leerling die kan de scheidingsmethode. En op welke eigenschappen ze berust zijn. De leerling kan vanuit massaverhouding de massa van de stoffen berekenen. De leerling weet wat het periodiek systeem is en welke groepen er zijn. De leerling kan elektrovalentie van de stoffen uit het periodiek systeem aflezen. Kan de formule van de ionen geven. Weet wat relatieve atoommassa is en kan percentages van de elementen die in de natuur voorkomen aangeven. Weet wat moleculaire stoffen, zouten en metalen zijn. Kan aangeven of een stof elektrisch stroom geleidt in een bepaalde fase. En nog enkele belangrijke formules weet hij ook uit het hoofd. Nou, de eerste leerdoel dat was: de leerling kent de scheidingsmethode en op welke eigenschappen ze berust zijn. Er zijn een aantal scheidingsmethoden die jullie weten: filtreren, extraheren, bezinken, indampen, distillatie, adsorptie, papierchromatografie. En elke scheidingsmethode die is berust op een bepaald soort methode. Bijvoorbeeld bij filtreren, in een filtreerpapier, daar heb je bepaald grote gaatjes en de stoffen die groter zijn dan die gaatjes, die gaan niet door het filtreerpapier. Meestal zijn dat ook vaste stoffen. Vaste stoffen zijn groter en vloeibare stoffen die zijn veel kleiner. Dus bijvoorbeeld water die stroomt er doorheen en koffie die stroomt er niet doorheen. Er zijn verschillende soorten filtreerpapieren met ook verschillende soorten grootte. Hè. Afhankelijk van wat je wilt filtreren, kan je een filtreerpapier kopen. Als je inzoomt op een filtreerpapier, dan zie je eigenlijk een soort zeefje. Extraheren is een andere methode. Bij extraheren heb je een extractiemiddel nodig. En een oplosmiddel. Waar het hier om gaat, hè, als je een bepaald soort stof gebruikt, dan lossen bepaalde elementen daarin op en de andere weer niet. Bijvoorbeeld, hier hebben we een stof van geel en oranje deeltjes. Die gele deeltjes die lossen goed in het water op. Dus wat gaat er gebeuren als je water toevoegt? Dan gaan die gele stofjes in het water zitten en dan blijven oranje deeltjes over. En dan kan je ze eruit filtreren. Zo heb je het gescheiden. Bij bezinken, daar gaat het om de dichtheid en niet de massa. Bijvoorbeeld bij bloedonderzoeken, daar neem je bloed en dan ga je dat centrifugeren, heel hard ronddraaien en dan zie je twee laagjes ontstaan. Nou, de stof met de hoogste dichtheid, die gaat aan de onderoppervlakte zitten en de stof met de lichtste, kleinste dichtheid, die gaat in de bovenoppervlakte zitten. Het heeft niet met massa te maken, want dichtheid is massa en de oppervlakte waarmee die is. Dus het gaat hier echt om dichtheid. Die kan een zware spul hebben, maar als het andere op een grotere oppervlakte is, dan zal dat dan alsnog drijven. Indampen. Bij indampen, daar gaat het meer om vluchtigheid en niet het kookpunt. Dan heb je niet heel
niet altijd een veer nodig. Dat gebruiken ze alleen om het te versnellen. Maar sommige stofjes die vervluchtigen heel snel, bijvoorbeeld alcohol. En als je dat gewoon laat staan, dan ga je dat eigenlijk indampen. Dan gaat al alcohol vervluchtigen in het lucht en dan blijven de overige stoffen in je bekerglas. Maar als je natuurlijk warmte erbij gebruikt, vuur, dan versnel je het proces. En daarom heb je meestal indampen met een vuurtje. Destillatie is wel met een vuur. Want daar scheid je echt op basis van het kookpunt. Hè. De stof met de laagste kookpunt die gaat eerder vervluchtigen. Vervolgens krijg je dat in de destillaat. En de stof met het hoogste kookpunt die blijft in je destillatiekolf. Bij absorptie, daar gaat het om de plakvermogen, de absorptievermogen. Meestal wordt daar Norit voor gebruikt, actief koolstof. Wat er dan gebeurt is, sommige stofjes die kleven gewoon aan die actief koolstof, Norit. En dan kan je dat eruit halen. Net als een plakband, kan je je dat voorstellen. Alleen een bepaald soort stof plakt aan die plakband. En vervolgens kun je dat uithalen. Meestal is dat de kleurstoffen, geurstoffen die aan de actief koolstof vastplakken. Papierchromatografie is ook een methode. En daar heb je, dat is berust op twee eigenschappen: de absorptievermogen en de oplosbaarheid. Nou, de stof die het beste oplost in het water, oplosmiddel. En het slechtste absorptievermogen heeft, die loopt het hoogst, hè. Die heeft de hoogste retentie. De leerling die de stof die de beste hoogste absorptievermogen heeft en een slechte oplosbaarheid, die heeft de laagste retentietijd. En zo kan je verschil maken in de eigenschappen van de stoffen en ze uit elkaar kunnen halen. Bijvoorbeeld hier zien we dat de rood, hè, die kleeft veel beter aan die papier. Dus het absorptievermogen is hoog en de oplosbaarheid in het water dat is laag. En geel is juist andersom. Volgende leerdoel: de leerling kan vanuit massaverhouding de massa van de stoffen berekenen. We hebben hier de reactievergelijking: methaan plus zuurstof wordt koolstofdioxide plus water. Als we de molverhouding gaan omschrijven, dat is iets anders dan massaverhouding, dan zie je dat één deeltje methaan dat reageert met twee deeltjes zuurstof. En dan krijg je één deeltje koolstofdioxide dat reageert met twee deeltjes water. Als je naar de massaverhouding kijkt, dan moet je echt kijken naar de molmassa. Nou, 1 mol methaan, dat is 16,04. Als je koolstof plus 4 keer waterstof neemt, dan heb je 16,04. Als je 2 mol zuurstof neemt, dat is 2 keer 32, is 64 gram zuurstof. Nou, dat kun je ook bij de uitgangsproducten doen. Koolstofdioxide, dat is 44,01 en water is 36,03. Je doet twee keer het water, dus vandaar 36,03. Nou, stel je voor, je hebt een vraag van, dit is dan een heel simpele vraag. In jullie boeken staan wat ingewikkeldere vragen. Je hebt 10 gram zuurstof. Hoeveel methaan reageert ermee? En hoeveel eindproduct krijg je ermee? Nou, dat zijn eigenlijk twee vragen in één.
Ten eerste vraag je van hoeveel methaan reageert met die zuurstof en hoeveel eindproducten krijg je ermee. We hebben hier meerdere eindproducten, dus het gaat over product en producten en niet product. Nou, ik maak eerst een tabel met de massaverhouding, want hier gaat het om de massa, niet de mol. Dus, nou, methaan 16,04, zuurstof 64, CO2 44,01 en water 36,03. Vervolgens, dat was de gegeven. Sorry, de gegeven is 10. En nu ga ik de gevraagde uitrekenen. Eerst met methaan. Daar gebruik ik de kruislengte vermenigvuldigen. Dus 16,04 keer 10 gedeeld door 64. Kom ik uit op 2,506 gram methaan. Vervolgens dezelfde methode kan ik ook bij de eindproducten gebruiken. 44,01 keer 10 gedeeld door 64 kom ik uit op 6,877 gram. En de laatste, dat kan ik door twee methodes te gebruiken uitrekenen. 1. Kruislengte vermenigvuldigen. 2. Wet van Lavoisier. Jullie weten allemaal dat de massa voor de reactie gelijk moet zijn als de massa van na de reactie. Dus misschien kan je de tweede methode ook als nacheck gebruiken. Ik heb de kruislengte vermenigvuldigen hier gebruikt. 36,03 keer 10 gedeeld door 64. En dan kom ik op 5,630 gram uit. Vergeet hier niet de eenheid op te schrijven en goed af te ronden. Want dat kost allemaal punten. De leerling weet wat het periodiek systeem is en welke groepen er zijn. Nou, het periodiek systeem betekent eigenlijk een systeem waarin alle atoomsoorten zijn gerangschikt naar atoomnummer, atoommassa kan je ook wel noemen. En die bestaan uit groepen, die lopen verticaal, hè? Groep 1, groep 2, groep 3, groep 4, groep 5, en zo gaat het tot en met 18. En periodes, die lopen horizontaal, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dat heeft een bepaalde logica. Je moet vier belangrijke groepen weten. Dat zijn groep 1, alkalimetalen. Dat zijn de hele reactieve stoffen. Bijvoorbeeld als we kalium of natrium in water gooien, dan zie je al een vuurontwikkeling. Zo heftig reageren ze. Bij groep 2, dat is aardalkalimetalen, iets minder reactief, maar alsnog heel reactief. Groep 17 zijn de halogenen. Fluor, chloor, brom, jood. Dat zijn de zoutvormers. En groep 18, dat zijn de edelgassen. En die reageren nauwelijks, oftewel niet. De leerling weet wat moleculaire stoffen, zouten en metalen zijn. Puur begrippen. Moleculaire stoffen, dat zijn stoffen waarin twee niet-metalen zijn verwerkt. Nou, wat waren de metalen en niet-metalen? Nou, hier zie je zo'n trappetje. Die loopt eigenlijk door tot waterstof. Dus alle stoffen wat aan de linkerkant zit, dat zijn de metalen, behalve waterstof. En alle stoffen aan de rechterkant van het trappetje, plus dat waterstof, dat zijn de niet-metalen. Als wij zeggen moleculaire stoffen, dus niet metaal met niet metaal, dan noemen we eigenlijk bijvoorbeeld CO2. C is een niet metaal, O is een niet metaal. Of F2. F is een niet metaal, die reageert met een andere F. Vandaar F2. Dat is ook een niet metaal. Zwaveldioxide, SO2. Nou, beide niet metalen. Dus dat zijn moleculaire stoffen.
De zouten, dat zijn metalen plus de niet-metalen. Dus als een element aan de linkerkant reageert met een element aan de rechterkant, dan noemen we dat een zout. Bijvoorbeeld het bekendste zout, natriumchloride. Natrium, metaal, chloor, niet-metaal. Metalen zijn links in het periodiek systeem en niet-metalen zijn rechts in het periodiek systeem. Dat heb ik net al verteld. De leerling kan de formule van de ionen geven. Dat ga ik zo meteen vertellen. Alleen de naam is wel belangrijk voor de toets. Bij moleculaire bindingen is dat anders dan bij zouten. Bij moleculaire bindingen daar gebruik je de index als voorvoegsel. Die staat het belangrijkste die je uit je hoofd moet leren, dat staat in tabel 3.14 op bladzijde 83. Bijvoorbeeld, we hebben hier CO2. Hè. Als indexcijfer is dat 2. En bij C is dat 1. Indexcijfers, dat zijn cijfers die rechtsonder het element staan. En dat gebruiken we als voorvoegsel. Nou, we zien hier 2. 2, dat betekent die. Vandaar koolstofdioxide. De ene, die worden altijd weggelaten in de formule. In de naamgeving wordt dat ook weggelaten. Vaak. Dus het is niet monokoolstofdioxide, maar het is koolstofdioxide. Bij zouten, daar heb je geen voorvoegsel. Daar heb je bijvoorbeeld Na2O. Na is natrium, O is zuurstof, dus het wordt natriumoxide. En in deze dia ga ik wel naar de ionen. De leerling kan de elektrovalentie van de stoffen uit het periodiek systeem aflezen. En die weet ook hoe die overgangsmethode kan aflezen. Elektrovalentie, dat betekent eigenlijk de elektronen in de laatste schil. En dat kan je in het periodiek systeem aflezen door overgangsmetalen te verwijderen. Welke waren die overgangsmetalen? We gaan even terug naar de dia. Als we naar midden kijken, daar zien we roze stofjes. Al die roze stofjes, dat zijn de overgangsmetalen. Dus als je die eruit zal filtreren en het periodiek systeem op elkaar zou plakken, dan krijg je zo een periodiek systeem. Normaal was dat 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18. En die heb ik dan 1 tot en met 8 genummerd. Van boven naar beneden KLM en OPQ. En hier zie je eigenlijk hoeveel schillen, hoeveel elektronen, hoeveel valentie-elektronen, elektrovalentie een atoom beschikt. Laten we even kijken naar een element, boor. Boor, die zit in de tweede schil. En de elektrovalentie, dat is 3. Nou, de eerste schil is helemaal gevuld met 2 elektronen. En de tweede schil, L-schil, dat is gevuld met 3 elektronen. Vandaar 3 elektrovalentie. Een ander voorbeeld, kalium. Kalium zit in schil N. Hij heeft een elektrovalentie van 1. En hoeveel elektronen heeft hij in elke schil? In de K weer 2, helemaal gevuld. L, 8, helemaal gevuld. M, 8, helemaal gevuld. En N zit 1 elektron in. Zo kan je eigenlijk dat bij elke elementen doen. Je hebt ook de overgangsmetalen. Overgangsmetalen, dat zijn die roze elementen.
En die hebben ja, meerdere soorten elektrovalenties. Bijvoorbeeld koper, hè, koper. Je hebt koper 1 ion en je hebt koper 2 ion. Dat staat allemaal ook in je pinas. Hoef je niet uit je hoofd te weten. Of kunnen aflezen van het periodiek systeem. Koper 1 ion, dat schrijf je met Cu en boven 1 plus. En koper 2 ion. Dan niet met één streepje, maar dan met twee streepjes hier. En dat schrijf je door Cu2+. De afwijkende namen, dat kan je ook zien in tabel 2.29 op bladzijde 53. Die moet je ook uit het hoofd weten. De leerling kan aangeven of een stof elektrisch stroomgeleid in een bepaalde fase. Nou, je hebt twee voorwaarden. De stof moet bestaan uit geladen deeltjes, de elektronen. En de stof en de geladen deeltjes moeten vrij kunnen bewegen, dus geen elektronenpaar bevatten. Nou, wat is nou een elektronenpaar? Bijvoorbeeld, we hebben hier zuurstof, hè? Zuurstof die heeft nu gereageerd met waterstof. Als dat niet zo was, dan zou zuurstof 6 elektronen hebben. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nou, wat betekent dat? Dat zuurstof eigenlijk hier een elektronenpaar heeft, hier een elektronenpaar heeft. En die vijfde en zesde kunnen ook een elektronenpaar vormen. Alleen dan mist hij nog één elektron. Dus eigenlijk is de laatste elektronenpaar, die lopen een beetje los. Als ze wel reageren met zuurstof, dan delen ze hun elektronenpaar met een elektron van de. Sorry. Dan delen ze hun, de ene elektron met de andere elektron van waterstof. En wat gebeurt er dan? Dan vormt een elektronenpaar hier. En hier ook. En zo is die schil helemaal vol. Ze hebben nu 8 elektronen in de laatste schil. En vandaar geleidt water geen elektrische stroom. Vandaar moleculaire stoffen die kunnen nooit elektriciteit geleiden. Zouten is een ander verhaal. Bij zouten, hoe was de verbinding ook alweer? Zouten, bijvoorbeeld natrium, die heeft één elektrovalentie. En chloor, die heeft 7 elektrovalentie. En als ze bij elkaar komen, dan zeggen ze van ja, dan zegt chloor, geeft die ene elektrovalentie elektro. Tron nou naar mij, dan heb ik een volle schil en dan heb jij ook een volle schil. Nou, dat doen ze en zo komen ze eigenlijk bij elkaar. Zouten die verbinden ook nooit met elkaar. Maar wat gebeurt er als ze weer in het water komen? Dan wil die natrium weer onafhankelijk worden en dan gaan ze uit elkaar. En dan hebben ze weer geen elektronenpaar. En zijn in vloeibare fase en dan glijden ze wel stroom. Dus zouten die glijden in de vloeibare fase stroom. Metalen die hebben altijd wel een elektrovalentie, dus die glijden zowel in de vloeibare als vaste fase gewoon stroom. De leerling weet wat de relatieve atoommassa is en kan de percentage van de elementen die in de natuur voorkomen aangeven. Wat is nou een relatieve atoommassa? Dat is de atoommassa die in het periodiek systeem staat. Bijvoorbeeld aluminium 26,982. Nou, waarom die komma-getallen in het periodiek systeem? Hè? Jullie weten allemaal dat de massa dit bestaat uit proton en neutron. En protonen en neutronen die hebben een massa van 1 U, 1 unit.
Dus ze kunnen nooit 0,9 u zijn. Nou, hoe komt het nou? Dat komt eigenlijk uit van hoe vaak komen ze voor in de natuur. Je hebt twee verschillende aluminiums, aluminium 26 en 27, staat allemaal in je Binas tabel 25a. Aluminium 26, dat heeft een massa van 25,987. En aluminium 27 heeft een massa van 26,982. Nou, aluminium 26, dat is het bovenste, die komt in de natuur 0% voor. Dat betekent dat die ja, 0, misschien 1, misschien 0,3 voorkomt. Is een afgerond getal. En aluminium 27 komt 100%, dus 99,6 bijvoorbeeld voor. En dan nemen ze de gemiddelde daarvan en dat noemen ze dan de relatieve atoommassa. Dat is de massa die in het periodiek systeem staat. Dus als we met massaverhoudingen gaan berekenen, dan moeten we de relatieve atoommassa nemen, want we weten niet welke atoom het is. Het kan zowel aluminium 26 als aluminium 27 zijn. En dan heb ik een lijst van belangrijke zuren en bazen die je moet weten met de formules ervan. Ammoniak, NH3 in gasfase. Azijnzuur, CH3COOH, ook een base. Hydroxide, OH-min. De lading is wel belangrijk, ook een base. Carbonaat, CO3, 2-min, base. Waterstofperoxide, H2O2, base. Glucose is C6H12O6. Dat hebben jullie vorig jaar nog geleerd, als het goed is. Fosforzuur, H3PO4, een zuur. Salpeterzuur, naam zegt het al, zuur, HNO3. Waterstofchloride, HCl. Zwavelzuur, H2SO4. En waterstofcarbonaat, H2CO3. Nou, dit was mijn presentatie, een voorbereiding. Een soort samenvatting van de drie hoofdstukken, die ook veel in de toets gaan voorkomen. Maar natuurlijk is dit niet alles, dus ik zal vooral ook uit het boek leren. Het is alleen maar als een hulpmiddel om jullie een beetje sturing te geven en in rust de mogelijkheid te geven om extra uitleg te krijgen. Ik wens jullie veel succes met de eerste essay en tot de volgende les.